Vorige week verloor NEC met maar liefst 4-0 van PSV in de eigen Goffert. Na 20 minuten was de wedstrijd gespeeld. Maar dat moet hard aangekomen zijn bij trainer Peter Hubala. Natuurlijk ook als de verdediging echt slap verdedigt. Ja, dat kunnen we ons natuurlijk niet iedere week kunnen we dat doen. Dan hebben we een probleem. We hebben een heel groot probleem. En dat hebben we heel hard analyseerd. En ook met de spelers besproken. Je kunt niet alleen zeggen, PSV is het Champions League team. PSV is natuurlijk ook niet ons niveau. Maar je kunt niet na 24 minuten hier de toeschouwers naar binnen laten. En die betalen geld daarvoor. En na 30 minuten kan iedereen gaan. Hè. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. We hebben natuurlijk ook kansen gehad. Misschien kunnen we een penalty krijgen en. Dat hebben we deze week echt met het team besproken. En ik hoop dat daar een reactie komt zondag. De trainer is druk en duidelijk aanwezig langs de lijn. Hoe gaat hij met zo'n nederlaag om? Nou, ik was, zo wie ik ben, authentiek. Ik heb rustig, maar ik was ook lood. Ik heb daar geen zin in. Ne? We hebben een plan, die moet goed ingevuld worden. Dan kan ook maar, natuurlijk Ramselaar goed te spelen, natuurlijk is de jongen goed te spelen. Maar als je helemaal geen weerstand tegen deze spelers brengt, dan word ik natuurlijk ook boos. Ook voor de spelers was deze nederlaag niet fijn. Dat is natuurlijk nooit leuk 4 doelpunten te krijgen. En door de eerste dagen heb je dat nog een beetje gemerkt. Maar dan worden ook jonge mensen worden ook een beetje los dan. Dan zijn we toch de focus op de volgende tegenstander. Maar de beste reactie is voetbal spelen en niet altijd lullen. Zondag dus naar Sparta. Wat vindt de trainer van deze ploeg? Ja, goede omschakelploeg, heel goede vleugelploeg die heel snel aan de vleugel zijn. Die echt met 2-3 spelers aan de vleugel ook spelen. En dan proberen bij ons een gat in het centrum te krijgen. Also, 7 punten gehaald, de eerste wedstrijden. Heel interessante ploeg. Natuurlijk hebben we ook kansen in onze manier van voetballen. En ik denk dat wordt een 50-50 wedstrijd. Sparta NEC is zondagmiddag op het kasteel in Rotterdam. De scheidsrechter is Ed Jansen en de aftrap om 12:30. Die legt de bal pan klaar voor Saidi. En dan zit hij er wel heel eenvoudig in voor NEC. Met denk aan de centrale verdediger van Sparta komt NEC in de 21ste minuut op voorsprong. De inzet van Fernandes en...